Mijn vrouw heeft geen werk meer, die staat van verveling. We leven in het armoes en van de bedeling. En toch voor een meisje al een klein beetje groot. Ik weet van mijn moe wat te groot in de schoot. Ik ben nou al 11 en ik ben geen klein kind meer. Kan veel van mijn moe, maar mijn vrouw is geen vriend meer. Ik zie. Haal mij uit de grote bulte achtrijksdaalders 7 gulden en een stenen pot vol gold, want ik ben zo arm en old. Zomaar een liedje van een Drents jongetje dat nog niets weet van de zorgen van grote mensen en voor wie het leven nog 1 grote ontdekkingsreis is. Maar naarmate je meer te maken krijgt met wat moet en wat niet mag, worden de teugels strakker en het leven moeilijker. Dat kan gebeuren op een bruine bonendag. Het kan ook gebeuren als je ineens tussen vreemde kinderen in een vreemde school met een lei voor je neus zit om te leren schrijven en rekenen en tekenen en zingen. Of als je merkt dat er iets met je zusje Lammegien aan de hand is, die in Assen werkt en een vrijer heeft. Wat is dat, vrijer? Is Frank Tim Kras dan? Hoe weet ik dat nou? En ik ben nog veel te klein voor zoiets. En dan hoor je ineens dat je misschien gaat verhuizen, omdat Dirk dood is en het huisje verkocht wordt. Dan merk je dat er rijke en arme mensen zijn en dat je vader arm is. Ach, kom de gang. Hoeveel stevens is daar? Ja, vrouw, dat maar aan de meeste, maar meer dan 1000. En af vanaf vandaag is je man geen daglonger meer, maar een arbeider in vaste dienst. Maar als vader terugkomt van de boeldag, lijkt alles weer goed te komen. Want een rijke boer uit Groningen heeft het huisje gekocht en ze mogen blijven wonen. En vader wordt boerenknecht in vaste dienst voor 10 gulden in de week en vrij wonen. Wel in de week? En vrij wonen. Bartels, kom, er is warm, man. Jammer dat die boer na een paar maanden een tiran blijkt te zijn, die vader bij nacht en ontij laat halen voor allerlei karweitjes. Vader vloekt en moeder huilt. Maar wat moet je? Dat is het gezag dat over je gesteld is. Wel die keer nou weer, die mieke man. Zullen we weer die oppassen als ik je was? Oh, je gaat op je leven! Voor Arie, zijn stotterende broertje, en voor Bartje is Sikko, de zoon van de boer, nog het ergste. Een lelijke opschepper die alles beter weet. Maar Bartje is niet voor niets een gluppertie. Die zorgt dat Sikko een ongenadig pak slaag krijgt van Pika, het petroliekereltje. En voor vader en moeder lijkt er een eind te komen aan de armoe. Want Lammegien is thuisgekomen met een nieuwe vrijer. En die weet wel een baan voor vader bij de zuivelfabriek in Assen. Dan werk je vaak op de coöperatieve zuivelfabriek. Zo heet het toch niet? Ja, en dan verdien je toch aan 15, 16 gulden in de week. En dan heb je ook staande voet een aftrapping geven. En als de Groninger boer woedend is vanwege dat pak slaag van Sikko, durft vader voor het eerst in opstand te komen. Zijn van boer zo... Hij gooit de Groninger boer zijn huis uit. En het kan hem niet schelen dat de boer schreeuwt dat vader ontslagen is. Want er is immers werk in Assen bij de zuivelfabriek. Wat? Voor die? Ja, voor mij. Arbeider? Ja, voor een arbeider. Ho! Oh. Wat komt er met je vrouw nou aan? Met
En op een troosteloze dag, waarop het regent alsof het nooit meer droog zal worden. Een dag waarop het leven eruit ziet of het geluk van de aarde is weggevaagd. Zit Bartje voor het raam van het armhuis. Ik heb pijn in de maag van vervelen. Ik kan wel janken van zaren. Wat is het dan zo? La 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 la. Wie is daar? La la la. Ja, wie is daar? La 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 la. Ach, ach, mijn Berentie. La 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 la. La 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 la. Het is al een knappe bloes, hè, meneer Sams? Ach, wicht, ik vind het een hele mooie. Prachtig. Waarom doe je zo aardig dingen in de bron? Hij vindt een fladder van lief. Ik weet wel waarom. Hij heeft een dode van beleend. En dat mag voor niet wie. Maar wat mooi, als de grenadier niet meer bij hem wil. Wie niet stellig is, moet slim wezen. Ach, en als je vent met vorm loopt, dan zit er altijd nog wel wat tussen waar je aantrekken kunt. Kopen kost geld, maar kringen kost niks. Moet die scheenslip zien hangen. Laat me het queen hebben. Die heb ik nog als voorbeeld hebben. Toen ik van Hoekers weggestuurd was. En dat ik niet binnen was voor Brunnenboon. Hadden we nou maar Brunnenboon. In plaats van breken per dag geprakt voor eerappels met niks. Dan is dat. En als die kerel niet zegt dat je kunt werk krijgen bij de coöperatieve. Dan had ik mijn handen ook wel in hoezond. Dan had ik die granager ook niet moeten de deur zetten. Voor de 100ste keer vertelt vader het. Nou is de schot van die kar. Die elektricien, die met lammen ging vrijden. Als die mooi praatte, niet beloofde dat het vaar waak zou krijgen op de melkfabriek, was er niks gebeurd. Maar toen vaak kwam heen, wisten de heen van niks. Het is maar goed dat lammen geen toet mocht hebben. Ik let op niet worden, man. Ik ben hier nog niet meer weg, hoor, Armenoes. Nog lang niet. Wat moet ik nou doen? Waar moet ik nou heen? Op het job is de deur uit. Met veel stelwerk. Anders staat ze misschien een pepermuntje voor. Op het job is wel een beetje roer. Daar vlas ik niet. Ben je wel een schapje van de goede herder? Waar moet mij eens door nou van naam voor nog heen? Voor Zari. Die is er een buurtje. Met een sneeuwweer. Wil je net? Nee, Guusje. Ja, nou, misschien straks wel. Nou, als je nog gaat krikken, dan ga ik voor u pakken. Ja, doe bij het filmen krikken, dan. Doe mensen. Dat is voor de migrappen, hoor. Doe bij het filmen. Ik zeker al omdat ik hier overdag niet kom, maar. En je verveelt, wil je altijd doen wat je mag. Nee, Mo is de enige die al dikker wordt. Ze zal toch niet stiekem tussen de eerappels een stuk spek hebben? Zoiets meen niet, hè. Maar Roor is het wel. Lille kring, je kreeg nou wel eens. Vul ik, verbrand zal ik, zo gauw ik dat durf. Als ik groot ben. Mijn vrouw is mijn vriend niet meer. Je hebt niet eens mijn bed gemaakt, voor ik treurzak ben. En je hebt niks te doen. Vertel, waar ruik ik toch?
Hubert. Die vreet Gert soms stiekem op. En bij de dings. En Arie, ik en niks. Wacht maar. Even Bartje en even Arie. Net goed. Vule schrapper. Mijn pik ik er weer twee. De jongen houdt alles voor zichzelf. En als een ander binnen de buk heeft, van honger, dat kan hem niks schelen. Kijk nou eens, daar zit een boom tussen de plank. Die moet ik hem. Die stap ik tussen een nette spons. En dan heb ik over een maand... Oh, vertel, de valt tot naar omlaag. Waar komt die boom, hè? Die lieve de kennis op. Maar dan kan je met die papa ze wel betrekken. Bartje! 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 Dat was ook niet. Eigenlijk hoef ik niet, maar het is hier veilig. Vanavond is het wel weer vergeten. Verrijk, vijand, op, kind! Kind, je valk hier voor zitten aan die marine van je valk af! Ben je van de rest lammer in te komen? Oh, ik schrik mijn rat, joh. Ik ben hier voor, baas. Waar heb je die appeltoon? Heb ik niet. Heb ik kreeg van Gerd, hoor. Waarom ben je zo schrap? Man, arm zei je echt niet verorden, hè. Maar vertel eens, wanneer komt je zusje toe? Dat mag geen klap meer toe. Die is nog de dag erna de dertigelui in Assen. En Gerd kwam in de berg. En schrik van stem waar het oorlog is, zit er bij de boeren in. En dan mag Arie, of ik, in de bed slapen. Maar dan moet je haar niet vertellen dat ze nooit met thuis komt. Of heeft ze weer een vrijer in staat? Pas niet. Maar de laatste keer dat ze toezet, hè, dat ze dan zegt... Hoe ging met haar voor zwart in de hand? Is ze dat, hè? En wat nog meer? Of je nog altijd goed buik aan. En of je nog altijd geen andere meid met me aan. Toen goed. En... En wie waarom? Ik zal je baas doen als je toest komt. Misschien zijn nog wel af. En dan kom ik op een draadje in je borst heen. Beloof je dat? Ja, eerlijk. Dat ben Booms de beste. Hier. Goed, doe maar wel lekker zo. Van arm. Maar niet vergeten, hè? Doe, doe de zin. Ik heb een boom! Ik heb een vuur!
Kom ik hem eens in tankje wel. Wat hij door, Snoepert? Niks. Nou goed, dan heb ik ook niks voor je. Is die voor mij? Echt wel. Maar hij niks voor mij, hè? Heb ik ook niks voor je. Maar wie zal toch alles samen doen? Hij deelt ook niks met mij. Nou goed, Badje. En niet verder, dan zal ik je vertellen wat ik heb. Maar als je met andere mensen nog praat, dan slak je wel hartstikke dood. Is die hokje, dat weet je. Nou, kijk. Dit. Dat is een doodgewone grens, Tina. Wie zegt door nou wat, dan snapt dan niks. Nou, hebben jullie gehoord van de roverhoofdman in Rodin? Heb ik ingestotterd? Geduld? Nee, Harry. Kom dat jullie geen steen? Ik moet een leesboekje op school hebben. En ik is nooit een beurt van de meester. Daarom lees ik al in mijn eindje vooruit. En er staat een verhaal in van een oude kerel, van een nieuw vroeger. En die stotterde ook altijd. En die ging toen naar de zee. En die stak een steen in zijn mond. En die begon te praten tegen de grond. Heel hard. En dan ging hij langer proberen. Toen hij poos oefend had, begon hij te praten tegen de mensen. En dat is veel moeilijker, want mensen maken je wel stotteren. Maar met de steen in zijn bek ging het. En weet je wat, Badje? Die vinden we de beroemdste redenvoerder van alle tien. Demosthenes heette hij. En toen ik dat leerde, dan dacht ik, misschien helpt die steen mij ook. Nou, je hebt het gehoord. Dat heb ik zeker. Het is een mirakel, de doodgewone grinsteen. Nee, Badje. Die appel heb je mij beloofd. Tegus? Verdult. Hoe ben je geloepen, Tien? Ik weet er nog veel meer. Gemet? De zus ging. Gemet, Harry? Ik kom zo. Eerst liep de vraag goed lezen. Harry, Harry, je moet brengen! Ja! Dat is zo van mijn klant! Hoe duurt ze met die kant bij eens? Betje, hier kom. Hoe vaak heb ik jou niet zei bij die vechten, maar... Ja, maar ze zijn met z'n allen nog de maledriekers aan. Dat bent boerenzeuns. Of dacht je dat je vader altijd van de steun trekken wil? Ja, maar ze zijn met z'n allen nog de... Zwieg hier als je vader wat zegt. Haal de klabatsen. Uri. Dat is goed. Dat is jam, maggieblokjes, sardientjes, worst, cookies, limonadesiroop en perenpoes. En dat heb ik nog hebben. Zal ik ze maar pakken? Ja, pak ze maar. Ja. Ach, mensen, dat geeft toch niks. Van goede klaar moeten mensen wat over hebben.
Kijk eens, hier is de Riestal. Hij nog niks vergeten? Dunkt me niet. Nou, dan is dat... Of hij heeft geen tassen bij hem. Nee, dat heb ik niet. Oh, kijk eens. Zou het hierin kunnen? Dacht ik wel. Tja. Dat wordt dan met elkaar 432 cent. Kunt ook even opschrijven, want van de vorige week staat er ook nog. Oh ja, meis, dat is best hoor. Het loopt jou niet fort. Zo, en nog wel bedankt hoor. En een plezierige dag morgen met uw verjaardag. Ja, en ik hoop dat het mooi weer is, want Gerrit die gaat morgen met de kinderen naar het Sterrenbos een ritje maken. Dat zal wel een feest geven. Nou, veel plezier hoor. Dag. Zo jongens, dat hij gauw gedaan hoor. Echt wat? Zet die broek maar in op. En heeft uw vrouw ook aan werk weer? Jij is naar Heuseloog. Ik denk zeker dat ik wel vaak kan krijgen bij Boer Boes. Ja jong, en dan die verderop, dan weten de boeren misschien niet dat je vader de kop in de nekken gooit heeft tegen de grootste boer uit de buurt. Een half pond koffie alsjeblieft, een paar lucifers en zeep. Zo. Ja. Dat is dan met wat er nog steekt, 4,32 gulden. Zal ik de winkel voor je aanvinden? Je ziet hem toch daar centen hadden? Ja, vrouw Klaassen. 24. Om mijn kreffa weer wat van de... Ja, van de steun. Ja. Nou ja, geef dat kwartin dan maar op. En dan zal ik ook 30 cent van de rekening aftrekken. En dat je zo flinke hulp met die blik. Dank u wel, vrouw Klaassen. En zeg maar aan uw moe dat vrouw Klaassen zo niet deur kan gaan. Aan alle goedheid componenten. Zeg je dat aan de moe? Ja, vrouw Klaassen. Dag, vrouw Klaassen. Maak een snoepje. Schoon, Elis. Een snoepje, vrouw. Stumpers, bent. Eet maar lekker, wilde je? Heeft vrouw Klaassen ook nog wat, zeg? Nee. Ze heeft die 24 cent eraf terug. Ze zei, de rest komt om met het ziet. Je krijgt ook alles gedaan van de meisjes. Als ik jullie hadden... Heb ik verdeld door die 30 toe. Ach, kom maar mee, hond, en blauw zelf. Als Bartje het maar voelt. Bartje kan geen kwaad bij jou. Is dat een van Lammergie? Gij, die moet straks zijn assen. Vind het maar goed van Lammergie. En die moet 2 dikke kippen metnemen, maar die heb ik de vrouw van... De mevrouw van Lammergie beloofd. Ik heb toch gezegd dat ik naar Angelo moet in melken steeds. De knecht van Jan Boende zegt dat ik misschien werk kan krijgen als hulp. Maar ik kan met hem toch ook? Ik ben thuis. Laat mijn zuster eind zijn ondergoed maar aan. Kijk eens heen. En hier neemt wel schijn met terugvuldigheid. Je mooi zeer de sloof in hoes. Ik kan ook niet alles tegelijk. Vrijk mijn boeten en haal een paar kitten, die heb ik die mevrouw beloofd. We hebben nog maar 4 en 5 verboden nog 1 te slachten. En 5 is de baas, ook niet zo. Als je vader niet is, dan is je moeder de baas. Heb je me gehoord? En geen rommel maken hier, ik heb net allemaal opruimd. Mens, baas. Wat zeg je daar, grote lummel, dat je bent? Je hebt de gehoorzaam wat je moe zegt, begrepen? Mijn geduld is nog een keer op. Lammel, las, ik ben geen klein kind. Nou, je zult naar je moe lusten, lummel, dat je bent. Blijf van mij af! Morgen je moes slaan! Mamme jongen! Nog nooit een mens voor mij vechten.
Mijn kind, hou maar. Als er nou nog één aan je deur te komen, hè, die slaat hartstikke dood, dat beloof ik je. Ach, mijn kind. En grootmeer is nog vader dood. Janneke, dat mag je niet zeggen, dat is geen deur voor zo'n klein jong. Nooit weer zijn we erin. Hebben, vooruit. Ik heb nog wat mijn badje te verkopen. En dat kleine kind er niks met deuren. Jong, wat is er gebeurd? Dan gaat je niks aan mee komen. Lille, we snijden op. Heb ik niet gegeven, kleiders maar in mijn snoep. Die wordt ook als een grote jong. Je vader heeft me veel aan doen, Badje. Veel te veel. Je bent voor mij eigenlijk maar twee goede dingen. Dan ben je een open job. Stil, mama, ik begrijp het wel. Vroeger heb ik ook gedacht. Vader is een kerel. Groot en sterk. Je waakt van de vroege morgen tot de late avond. Maar die behandelt je minder als een beest. Maar je vader heeft ook moeilijk met jou. Het is hard. Als je niet voor je eigen volk zorgen kunt. En als je de hand ophoudt moet voor een paar centen van de steun. Dat verlamt een mens. De lammige gieterijen weg. Die ken ik niet meer. En Gert wordt net als je vader. Net zo ruw en schroeverig en kwaad om niks. En mijn Arie giet helemaal verkeerd. Die arme stumper, die maakt je vaar blind van drift met zijn eeuwige gestotter. Heel vreemd is dat het. Omdat het bang is dat het giet stumpen. Tegen mij stutten nooit. Als grote mensen naar hem kijken. Dan blijft de woorden hem steken op zijn tong. Tegen een vogel op een kool stutten nooit. En tegen mij ook niet. Lees zie je, ik kan me verzoeken. Of ik hang me op, net zoals Dad met de helm. Maar dat zal het niet doen, hoor. Dat zal ik wel verzen, dat het dat niet doet. Maar Doorn zwaaft ook altijd dronk met Hendrik Jan de Streuper. Of je al de katten kwaad doet, dan voelt het gestaan. Je bent veel te wies voor je, Johan. Ik denk soms normaal. Maar Badje, wat zie je niet straks? Hoe weet hij dat ik een kind in kring moet? Ik heb eerst gedacht. Die angst één verstopt aan stiekem. Maar ik weet veel te goed dat je altijd mensen krijgt. Het beste, het meest is altijd verval en verroes. Dus voor zijn gedachten heb ik de Heer een vergeving gevraagd. Toen heb hij aan opa Vertjouw gezegd dat toch zo aardig was dat zijn onschuldig werd en die narigheid moet komen. Een andere keer, toen zijn hij eerlijk en eentje, toen vulde bak met erbs en al van je schoot. En toen heb hij lacht en toen zei hij, toen maar, kleine drukke dreed. En toen wees het en door hem. Door hem doe ik zo'n groot boodschap voor je. En nou weet ik pas. Nou weet ik pas. Wat, Badje? Dat ik in je woont heb. In mijn moe. Het is goed, mijn kind. Het is goed, mijn jong. Wat zullen jullie me waarschuwen? Als papi weer hier beweegt. Misschien. Als er geen andere mensen in de buurt bent. Wees een soort proto niet gern over. Je bent eigenlijk nog veel te jong. Dat is een oorsp niet moe. Maar één ding begrijp ik dan niet. Als va altijd zo ruw is. Ben het dan wel dat die popje gaat kring? Ik zal hem dus wel vertellen. En nog.
Och, ik vind het lastig. Kijk, maar durf je dat wel? Ik ga wel eens meer een dergelijke nassen. Ik ben voetje achter. Vind je het nog wel? Ik ben blij dat je terugkomt bij het badje. Ik ook. Maar wat doen we dat nog met die kin? Ja, ik ben bang dat Ger gelieg heeft. Als vaat maakt dat weet. Vaat is er niet. Ger ook niet, Arie ook niet, dus nou ben ik de baas moe. En als hij, die mevrouw Verlanging, twee beste kind beloofd hebben, dan moet je doen. En dan kunnen wij vrouw Klaas betalen. Dat is waar. Lekker doen ze toch bijna niet. Maar ben ze een magere scharminkels. Ik zag hem wat maanstrooi. Er zit vaat bloed niet. Doe hij er maar wat voor hem, hoe? Zo had je er gewoon nog van die dikke benen van Boer Wapsen. Wat doe je nou? Daar is er een van Wapsen. Vulles, vulles moe, hoe vet. Zo in kunnen we twee groen vrouwen. Nee, Badje, dat kan toch niet? Dat... Zal ik het doen, moe? Wat van. Die Wapsen die heeft er wel 300. Die weet zelf niet eens hoeveel. Nou, ga dan een halve zak al in het achterhoes, dan kan door die kip mee. Of heb je die aan de zelf? Ik moet opschieten. Het is een verduld einde, jongen, als nog. Kom eens. Binnen, Kees, lust je dat? Dat is wat nijs. Dan maken ze van gemaalde apennoties. Hier, alsjeblieft. En nog een met ham. En als je nog meer honger hebt, dan moet je maar zeggen, want de bakker is om de hoek. En dat schrijft in het boekje en dan betaalt meneer met een briefje voor de bank. Alsjeblieft. Lekker. Dankjewel. En als mevrouw hier binnenkomt, dan zet mijn vluchtje in de kast, want wat niet weet, wat niet leert. Komt die jij dan wel? Haast woord, alleen nog als ze een diner geeft. Verder geniet ik er volledig vertrouwen. Lommegien, je geniet er volledig vertrouwen. Ik hoop niet dat je daar enig misbruik van maakt. Zo, drink op. Ze zijn kasten. Ik
begreep niet waarom ik de hele tijd naar de pijl moet kijken. Zeker omdat ze ze verdulde strakke rokken heeft. Ik kijk eens naar de borst. Het lijkt wel de volle krap van een kip. Ik zal dat brood maar voor nu metnemen. Zo, dat mag je maar huur leen. Wat doe je nou? Je hoeft je eigen zuster dan niet voor een maal te halen. Zo, neem die maar met voor toes. En voor een kind vraag ik 4 gulden. Maar ik moest wel eerst gelukkig, want ik vind het verdeeld veel weg. 4 gulden? Dat is als een halve week steungeld. En toch zal ik hier niet leven willen. Ik zal je stikken. Lamgen is mijn zus niet meer. Het is een vruchtmeis. Een mooi vruchtmeis. Ik moest maar vlug opstaan. 1 gulden. 2, 3. Een halve. En nog een halve. Dat is 4. En 4 duppies. En 4 4 duits. Zo. En hoe is het met haar? Die smorpje, Lammergien, die vraagt altijd naar je. En wat zeg je dan? Ik zeg dat hij de groen dan hebt. Ik moet zeggen dat ik al lang andere vrijen heb. Harm is een goede vent, maar niks voor Lammergien. Ik begrijp het toch wel. Ik kan nou toch niet meer weg aan de boeren zeunen, vrij maatje. Nee, dat kan niet meer. Dat zie ik wel aan je kleren. En vader haalt hier geen werk? Nee, ik moet wel hoe langer hoe. Ik heb dansles, wist je dat? Dansles? Mm-hmm. Met mijn nieuwe jongen. Dat is een Hollander. Maar nou legt hij ernaast. Legt? Ja, hij is militair. Sergeant. Oh, Bartje, je moet hem zien. Is een uniform met golden strepen erop. Breng hem een keer nest en hoes? Misschien later. Ach, maar ja, nou mijn pa zonder werk en in de armhoes. Schoon je voor je eng volk, Lammergien? Ik hoor? Wel nee. Ik zal wel een keer niet komen. Maar zaterdag niet, maar dan ben ik dansles. Gert krijgt daar in Hunslo. Als ze van de school komt. Maar als Poppy niet komt. Ik heb de Engelse vals ook leren. Zal ik het jou ook eens leren? Kom maar. Lees bijt op de portie van Gert. Dat was slim bedacht, maar toen lustte Gert niks meer. Het is verdeeld moeilijk om genoeg te kringen en toch netjes te blijven. Hij moet vlug winnen en toch mag hij niks aan je vuik brengen, voor hij de mond leeg hebt. En de laatste hap is vervolg. Door moet je afblijven. En hij mag niet op de portie van je buurman komen. En hij mocht ook de hek niet kriegen, want daar ben je gulzig in. Het leven is moeilijk. Lammergien heeft een leven van een loes op een zeer hoofd, dat is zeker. Maar moe was wel een positie blieven met die 450. Nou niet meer. Kijk maar, ze zucht weer. Ik weet wel waarom. Kitten, dat heb ik niet goed dan. Ik had alleen al moeten doen. Wat zie je, Lammergien? Wat niet weet, dat
gefrustreerd. Nou heb ik me een dief maakt. Dan zal ze maar op het jabben gaan. En het zingen. En zo op het jabben zingen. Dat de vuur bestemd was. En dat hij naar Boewapsen moet gaan. En zeggen. Boer, ik heb stil. Twee vette kippen. En dan gaat Boewapsen naar de veldwachter. En dan komt ze van Assen. En dan gaat moe naar de gevangenis. Het gebakken aardappel was niet goed genoeg voor je. Of waar waren jullie er weer in spijt? Ik zou de buurkel vol eten hebben bij zijn deftige zus in Assen. Stil hier en deur eten. Goed eens even kijken. Nee, hier niet. Laat daar iemand aan gaan. Bakken zat en dan breek mij altijd een beetje op. Gelijk heb je, man. Het is toch maar een half lood met een brok sigarij. Het valt niet met hem al die mond open te houden. Och. Als eerder ze maar gezond al bent, je moet me zo rekenen, het mooie werk komt eraan. En dat scheelt er weer in de brandstof. Ja, het vuur is er vroeg bij van het jaar. Barre vroeg. Maar ik verwacht er nog wel een nacht voor ze, heeft de radio gezegd. Heb je een radio? Stil hier. Of heb je een radio? Nee, ik niet. Dat is niks voor mij. Dat kan je ook nog goed gewoon. Maar ik moet een Assen meenemen, daar heb ik geleerd. Dag, ik vraag hoor, zomaar door de lucht. Ja, vertel dat soort onzinnigheid maar aan je kameraden. Kom. Wij zullen maar eens dank. Het is voor het eerst dat we bidden wil in Tarmoos. Wie voor hem? Voor Waps is een ouderling, een voorzitter van het schoolbestuur en nog veel meer. Waps heeft wel 50 koen en 60 bomen grasland en een groot stuk vuur te ontginnen en 2 pen en engdorsmachine. Zo. Ik geloof toch dat ik maar in koffie zet. Zoals er niks is ook zo koud, zeg ik al die woorden. Nou, vooruit je maar. Dan drinken we nog een koffie met verdorigheid. En de kinderen in bed, hè? Rikkie, Jan, Egbert, Geertje, Bartje. Ik ga niet naar bed. Ik moet weten wat Waps hier komt oorspoel. Misschien hebben we vaak geval. Ik zal het dan in de verte wel afrunden, moe. Zien. Ja, maar als de boer in de stal is, dan weet ik niet voor een reden te staan. Hij mag niet stil. Er is zoveel wat niet mag. En weet je wat ook niet mag? Dat ik één hand heb en de handen niks. Dat ik één stotten en de handen niet. Dat ik één met een klabassen krijg en niks. Met. Laat Gert maar met gaan. Gert? Nee. Dan ga ik liever alleen. Aju.
als je dat ziet in de stad tegenwoordig. Ik zeg wel eens, je bent het lesste van de dag. Je bent je vrouw die je hebt er oren geknipt. Het is net een raar gebouwen. Schaande. Ik heb altijd gezegd, het schoonste sieraad dat de heer en de vrouw geven heeft, dat is het haar. En wat doet ze? Afknippen. Maar ja, wie weet het. Vliegmachine bent er al. Automobiel. En de mensen die wel doen langer om hier. Ze weet je wat gekkigheid niet meer wat ze doen moet. En dan die werkeloosheid. Ik is een beetje slaap. En dan? Nee man, ik loop nog al bijna een jaar lang op een steun. Een mens die versagerijnt erbij, daar zit geen eelt meer op mijn handen. Ik vond het wel eindelijk maar zee. Worden we kwam. Door grote mensen draaien altijd naartoe. Maar de mensen moeten maar geduldig zijn met het lot dat hem is opgelegd, Bartels. Die moeten maar vertrouwen hebben in de toekomst. Oh, ja, ja. Nou neemt hij een horloge. En dan zegt hij dat het tijd wordt om eens op te staan. Het werd mijn tijd. En dan ga je eindelijk zeggen waarvoor je komen is. Bedankt voor de koffie, vrouwen. Ja, dat zit nog goed, hè. Wat ik zeg, meneer Bartels. Je bent toch gereformeerd, niet? Jazeker, Wapse, dat weet je toch. Je bent toch in de tijd bij mijn westers als onderling op ons bezoek? Ja, dat weet ik nog best. Ik heb toen nog tegen hoe gezegd dat hij ze wat vaker naar de kerken moet gaan. Is dat alles? Wapse, als een mens geen goede kleren heeft om naar de kerken te gaan, hoe... God kijkt niet naar de kleren, vrouwen. Die kijkt naar het hart wat eronder zit. Dat kan eindelijk zijn met je 60 buurman aan. Als je in de kerken zit, was hij dan op de parken? Met 60 buurman en 300 kinderen. Kan ik ook preek komen, hoor? Hoe lang mag je dan? Lammagi, die woont in de stad, die leeft haar eigen leven. Die ben ik kwijt. Ja. Dan valt het niet met. Maar of je naar de kerken gaat of niet, Bartels. Je bent toch gereformeerd. Ik zal de lessen weten om daar niet op te zeggen. Juist. En of je naar de kerken gaat of niet, dan begrijp je toch wel dat hun kinderen niet op de goede scholen bent. Dat begrijp ik niet. Die school is best. Ik zal niet weten waarom. Omdat gereformeerde kinderen niet op een ervarende school kiezen. Oh. Nou, Wapse, dan kan ik je dit wel zeggen, man. Als hij doorkomt, dan is zonde van je tijd. Maar Albert. Ik begrijp je dan niet voor als je denkt prot? Ja, dat begrijp ik heel goed. En ik wil Wapse wel eens precies vertellen hoe ik erover denk. Maar dat zit me al maanden tot hier. Gereformeerd of hervormd is voor mij één part nat. Toen Jaak en ik trouwden, toen hebben we twee lucifers al die snem. En wie de langste trok, die mag kiezen. Ik was gereformeerd en Jaak was hervormd. En weet je nou waarom je gereformeerd bent? Omdat ik het langste halt die trokken heb. En weer de kinderen ook gereformeerd deupen laten, alleen de twee lessen, daar is niks van kom. Kijk, Wapse, als Jankeven maar dat die halt is, dan hadden we hervormd west. Maar voor ons maakt het geen enkel verschil. Maar weet je wel verschil maakt? Dat is de kerken zelf. Snippen die van je naast, dat is nou alle tangen van een wief. Maar kreeg 5 gulden in de week steun van de grote kerken. Maar wij moeten ons redden van 10 gulden in de week, met een zolling van 10 man. Maar een van de gereformeerde diaken heb ik hier nog nooit zien. Maar ik kan wel zeggen dat een van de... Nee, Wapse, laat me nog maar eens uitpraten. Maar dat zit me al man tot hier. Dat we niet in de kerken komt, dat is net zoals de vrouw zegt. Geld voor fatsoenlijke kleren is er niet. En dan mag de heer misschien wel niet op de kleren letten, maar de mensen wel. En dan kun je wel zeggen, ik zou wel een diaken op je afsturen. Nee, Wapse, het is al erg genoeg om van de steun te leven. Op de schooien met de kerken, daar ben je nog net een klein beetje te trots voor. Dat we hier in het arm moeten zitten, dat is al erg genoeg. Maar het is een boetnoeze schuld, daar kunnen we niks aan doen. Wij zijn geen schooiers. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Zeg maar niks, man. Die school is goed. De kinderen die leren goed. Behalve Arie dan, maar wat er van terecht komt, dat weet ik ook niet. Maar hoe ze badje is de beste van de klas. En de meester heeft wel eens een nieuwe klomp melden. Hij heeft een zak vol alle kleren gestuurd. Het was wel niet veel zaaks, maar de bedoeling was goed. Dus ik zeg, de kinderen die moeten op die school blijven. En toch heb je ongelijk, Bartels. De beginselen zijn daar niet zuiver. Zuiver of niet zuiver, de kinderen die blijft op die scholen. Uit, zand erover. Ja, dan ben ik goed brood. Dan ga ik maar goed. Doe als je zegt, dan lieg je niet. Zeg, Bartels. Als ik nu eens werk voor u hadden. Werk. Dat is lang geleden dat ik dat woord gehoord heb, werk.
Daar heb ik veel voor over. Dat doe ik wel. Nou? Ja, dat doe ik wel. Veel verschil zal er ook wel niet wezen in die school. Maar je hebt toch wel volk? Jazeker, maar al de benen taken af, die met er tussen niet. Ik zal wel vertellen wat er zoals zit. Ik heb aan bestuur van de gereformeerde scholen beloofd dat ik voor kinderen zou zorgen. Die scholen waren te klein en dan zullen er een ondermeester moeten worden ontslagen. Dan moet ik wat tegen doen. Hoeveel kinderen komt er in uw gezin? Gert en Arie en... Ja, Gert telt niet meer met, die wordt boerenknecht in Hunselo. Arie en Batje en... Ricky en Geertje. En Jan. En Jan en Egbert, hoe oud is Egbert? Die is in februari 5 geworden, die kan ook met volgen. Ja, maar dan giet Arie er weer af. Het bleef dus bij 5 kinderen. Nou, dat is je mooi, Bartels. Dat is je prachtig, man. Als je die 5 kinderen naar de gereformeerde scholen stuurt, heb je gelijke werk. Maar dan moet je ze hem goed lusten. Je hebt één boer in de steek gelaten en je hebt een boer op zijn gezicht gestoken. Als je dat met Waps ook van plan bent, dan moet je maar zeggen. Nee, Waps, dat is één keer gebeurd. Dat kwam eigenlijk de roezebadje en ik beloof je dat... Nou ja, dan is het je goed, man. Maar overigens, ik zou wel een van de diaken naar u toesturen om beter te kleren. Want een die zijn kinder op de gereformeerde school heeft, giet ook op zondag naar de gereformeerde kerken. Of heb je een eigen aan de kerken? Ik? Wel, nee, man, ik heb er zo vaak gedacht een goede preek, dat zult mij eens goed doen. Nou, maar dan weet ik het goed gemaakt. Je gaat nog gelukkig met mij mee naar de bouwmeester van de gevormde om de pakkenbriefjes. Het is nog krap aan 9 uur, dus dat kan nog wel. Dat is dan die ene zoon van hoe die Arie helpen kan met melken. Voor en naar school die dan, smans en soms. Betaal ik ook 15 gulden in de week. Met jonk nog het de deur in geven, kun je dat redden van 15 gulden in de week, of niet? Dat zal ik geloven. Het is een gebedsverheuring, Wapse. We hebben het niet verdiend, Wapse. We hebben... Als je soms altijd met de wassen nog eens kunt doen voor de vrouwen, dan geef je misschien nog wel eens een extra. Ja, natuurlijk, man. Geen. Wapse, ik wil me niet met jouw zaken bemuiden, maar één ding nog... Die oude Berend, kan die nog geen ogenblikje blijven? Want ik wil niet graag hebben dat de mensen de indruk kreeg dat ik ten oude man uitwerkt heb. Ik kreeg ook zo gauw de indruk van de ene erin en de andere eruit. Ja, het is goed als je dat zegt, Bartels. Laat oude Berend nog maar een jaar aankomen. Je moet ook maar niet direct rond gaan vertellen dat als ik hier over de vloer was binnen. Want de mensen die praat zo gauw, hè. Nou, dan gaan we gelijken. Ja, maar ik heb me de laatste dag niet schoten, Wapse. Oh, dat geef je niks, maar dat is toch zo wat duister. Kijk eens. Hier is de vaste 10 gulden voor de eerste dagen. Dat hou ik dan met een gulden in de week in. En dan mag gauw uit arm is genomen. Ik weet er nog wel een uitje voor u. Ja, bedankt, Wapse. Oh, heren, wel ik dat dacht. Nou, dat gaat helemaal. Goedenavond, Dick. En de beste, heren, geen dank. En wie ze met zijn jongens erbij staan. Dat is nou je grote geheim, dat die man waar ik van steun heb stuurt met zo'n goede basgeur. Die wat, moe? Ik zal die veel gaan van die kippen. Terugverdien, zonder dat wat het weet. Door een stuk hei om te spinnen. Of iets anders, ik bedenk wel iets. We bedenken samen wel wat. Ja, Sam. Wat kijk naar een boterham? Ik krijg je boterham. Met boter en suiker, dat heb ik wel verdiend. Voor je heeft daar moest dan nog kunnen duur als ik dacht, had de Wapens. Ja, maar voor mij was lang genoeg. Voor mij is het wel akelig dat hij weg gaat, Jantje.
Ik heb een vurige gezelligheid aan je hart. Ach, mensen. En als ik je niet had, ik zou het niet weten hebben met je. Alles is voor ons weggelegd zoals de Heer het bestemd heeft. Dat moet je nooit vergeten, mensen. En als zover is, nou, dan help ik je een paar dagen. Want er zijn 5 uur in de wereld. Dat is een ding naar mee. Nu vroegen ze aan het meesten. Moet je dat erom liggen? Ja! Ik heb wel een rustige gekregen. Oh man, ik hoor jong dat nu niks aan zijn vloog. Nou, vader kwaak. En nou heeft hij dat aan mijn bed te maken. Begrijp maar eens ooit iets van grote lezen. Toch was het mooi komen nu. En het is toch moeilijk. Je nooit meer terug te komen. Misschien vergeet vader Klapatse weer. Ja. Misschien vergeet vader. Daarom zal ik nooit komen. Misschien vergeet dan die ruk. Klapatse misschien ook. Ja. Goed, jij door, ik hier. Eén, twee, hup! Kom eens snel! Klink helpt, maar als hij de binnen breekt, is het te laat. Arie en ik zullen bed naar beneden drank. Pak hier de klabatsen maar. Waar heb je ooit weer zo graag komen? Ik heb allemaal niks ervoor, man, maar ik kan het nog niet. Zal het weten? Ik zal hem je denken. Zal het weten? Ik betaal een goede prijs, jongen. Nou, maar wacht met het apparaat. Wil je nog een melkman pakken, mama? Waarom kan het zo, Jan? Ja, dat geeft dan. Nou, ik hoop dat we het zien. Hier, man. Ja. Ja, vaas ben, Barres. Zo moet vaas ben. Ja. Wat nou, jongens? Was er nog? Kom maar, op de Noordhaal. Ja. Je af en dan bouw ik een hoes voor uzelf. Een mooi hoes met... Wat je?